Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Deze vlog staat in het teken van regen. Och, ik zie er ook echt niet uit. Ik ben net wakker en ik ga jullie vandaag meenemen door mijn dag. Eén ding wat zeker is, is dat vandaag het een regenachtige dag wordt. Het wordt de hele tijd door buien heen filmen. Ik kan je even laten zien wat buienradar zegt. Wat de komende 24, hoe de komende 24 uur eruit ziet. Oftewel, er is amber geen regen. En ik moet naar de Lidl. Dat is ongeveer 20 minuten fietsen. Dus ik denk dat ik dat maar meteen ga doen. Enig is alleen, het is 10 uur en ik hoopte, of ik had mijn wekker om 7 uur gezet. Misschien een beetje te hoopvol, want ik heb in de afgelopen 4 nachten, ik denk maximaal 5 uur slaap per nacht gehad. Dus het is op zich niet erg om 3 uurtjes later wakker te worden vandaag dan gepland. Dat betekent dat ik gewoon langer ga doorwerken. Anyway, laten we naar Lidl en hopelijk wordt het een leuke dag voor jullie voor de vlog. Let's go. Zo, ik kan weer de week door. Oh, ik word hier zo blij van. Het was even wat moeite met de tram en de fiets en regen en sjouwen, maar ik ben wel echt heel blij. En ik heb heel veel honger, dus laat ik maar gewoon dit snel inruimen. Ik heb het even voor jullie zo neergelegd. En gaan ontbijten met pannenkoekjes. Even heel snel misschien. Ik heb hier wat groente, burger, vegetarische dingen gehaald. Normaal ben ik er niet zo van, omdat er gewoon zooi in zit eigenlijk. En een beetje groente en zo. Maar die van de Lidl vind ik tot nu toe wel echt een van de goeie. En ik vind ze lekker, voor af en toe kan het. Laten we ontbijten. Is gedaan. Ik heb een deel van mijn werk gedaan en voornamelijk belastingdingen. Nog steeds niet af. Oh my god, omzetbelasting. Elke 3 maanden is het echt een soort van hel. 1 keer in de 3 maanden. Maar goed, ik ben er bijna doorheen. En vandaag is ook echt de allerlaatste dag dat ik het kan betalen. Heel stom dat ik het heb uitgesteld. Maar ik had heel veel honger, dus het is tijd om even te lunchen. En het staat klaar, dus ik ga even laten zien wat ik ga lunchen. Misschien vinden jullie het wel interessant. Het regent nog steeds. Kijk. Regen, regen, regen. Goed, de lunch. Ik ga eten een van mijn lievelingssalades. Dus met spinazie, wortel. En dat heb ik dan met de julienne schiller gedaan. Een halve appel en 1 rode biet. En dan met een dressing van citroen en maple syrup. Dit zijn nog echt wel stukjes citroen. Dan moet ik eventjes goed mengen. En dan gaat er nog wat kip overheen en pompoenpitten, een beetje voor de crunch. En dan is dat mijn lunch. En ik heb hier ook 2 blaadjes, ik weet niet hoe je ze anders noemt, spitkool. En daar kan ik dan, als ik nog trek heb na dit, dat is best wel een grote salade, nog 2 spitkool wraps maken met kip en iets van, ja, bieten of zo. Kom maar goed. Maar in ieder geval eerst even deze kleurrijke salade opeten. Yum! Ik ben helemaal scheel van de administratie. Ik heb het gevoel dat ik vandaag soort van tegen de klok aan het racen ben. Met het laat opstaan en ik weet niet, ik heb het gevoel dat vorige week was gewoon een beetje hectisch. Was gewoon een beetje druk. Ik had maandag mensen over de vloer voor de cv. Dinsdag mensen over de vloer voor de cv. Woensdag mensen over de vloer voor de cv. En dan ook nog de hele tijd gebeld worden. En de ene monteur kwam langs en die zei nee, het moet door de ander worden gedaan. En er zitten dus steeds mensen in je huis met vieze schoenen rond te lopen. Door de lekkage heen en dan weer. Ik weet het helemaal niet. Ik heb dus niet echt lekker kunnen werken. En donderdag moest ik alweer vrijdag naar Amsterdam voor rijles en etentje. Ja, dat was maar ook meteen. Het was 3
4 uur 's middags en ik was alweer in stress. En ik dacht, ik moet eigenlijk alweer terug naar Den Haag, naar Amsterdam. Want in En ik wist, ik moet mijn belasting nog doen, maar ik was zo moe. Dus ik dacht, ik ga vroeg naar bed. Ik zet mijn wekker om 7 uur. Maandagochtend ga ik gewoon knallen met die belasting. En dan is het klaar. Maar ja, ik werd natuurlijk later wakker vandaag. En ik ging eerst nog boodschappen doen. En ik heb denk ik van 1 tot 5 aan mijn belasting gezeten. En nu moet ik nog een artikel schrijven voor morgen. En mijn mails heb ik even genegeerd. Ik denk dat het belangrijk is dat ik gewoon heel even in ieder geval mijn idee voor het artikel van morgen af heb. Dus bedenk. En dan kan ik zo meteen wel het gaan schrijven. Of misschien wel meteen ook. Daarom vind ik het dus heel handig als jullie tips en ideeën hebben over onderwerpen waar jullie graag over lezen. Om dat dan met mij te delen. Want ja, dat maakt het voor mij makkelijker om in te spelen op waar de behoefte naar is. Zo is er best wel veel behoefte naar artikelen over afvallen. En ben ik de laatste tijd ook best wel veel aan het schrijven over afvallen. Een tijdje geleden schreef ik een artikel van mag ik daar nog over schrijven. Want eigenlijk wil ik weer een soort van boost geven aan mijn afvaltraject. Nou ja, ik zal het artikel wel linken in de beschrijving mocht je daar interesse naar hebben. Dus ik schrijf er nu ook wat meer over. En ik merk ook dat er veel meer vragen zijn. Alleen die vragen worden allemaal privé gesteld aan mij. Waardoor ik heel vaak de druk voel om ook privé te beantwoorden. Terwijl dat is niet handig. Als ik het nou in artikelvorm beantwoord, dan hebben heel veel mensen daar wat aan. Dus ja, ik schrijf best wel persoonlijke dingen. En publiekelijk worden dat soort dingen dus ook niet gevraagd aan mij. Van hey, hoe kan ik zo en zo afvallen? Of ik zit hier en daarmee. Maar wel heel veel privé. Dus dat is heel goed. Alleen voor mij geeft het gewoon druk. Dus ik moet eigenlijk dat van me afzetten. En misschien ook bijvoorbeeld nu tegen jullie zeggen dat ik alles lees. Maar ik krijg denk ik, nou ja, laten we zeggen een gemiddelde dag ongeveer 30 berichtjes. Comments, berichtjes, privé, weet ik het allemaal. Verschillende platformen bij elkaar. En als ik die alleen al ga beantwoorden, dan kan ik dus niet mijn administratie doen. Kan ik geen artikel schrijven, kan ik niet zakelijke mails doen. Laat staan een sociaal leven hebben. Dus hopelijk begrijpen jullie dat. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik denk dat het niet erg is om het nog even te herhalen. Oh ja, vandaag is de vlog geheel opgenomen met mijn nieuwe camera. Ik hoop dat het een leuke, gevarieerde vlog oplevert. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat ga editen. Maar in ieder geval deze camera thuis kan ik dat heel goed daarvoor gebruiken. Want hij is groot en zwaar en hij heeft heel veel opties. Buitenshuis neem ik gewoon mijn kleine vlogcamera mee. Is makkelijker in de tas ook. Maar goed. Anyway, ik ga eventjes bedenken waar ik over ga schrijven. En dan, ja, I'll catch you later, zeggen ze dan. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik spreek je later. Pak je later. Nee. Tot het volgende shot. Waarin ik weet waar ik over ga schrijven, denk ik. Alright, 1,5 uur later en ik ben klaar met mijn artikel. Het is een heel persoonlijk artikel geworden. Ik merkte dat ik echt niks anders voelde om over te schrijven dan dit wat ik heb geschreven. En wanneer deze video online komt, is het artikel de dag daarvoor online gekomen. Dus gisteren, voor als je woensdag deze video kijkt. Ik zal die ook even linken in de beschrijving. Het is dus allemaal heel vers wat er gebeurt qua schrijven, filmen en dan allemaal publiceren. Dus je bent heel erg dicht bij mijn huidige leven. Laat ik zo zeggen, ik heb er heel erg mee gezeten en het heeft me heel veel pijn gedaan. En ik wist niet dat het zo diep zat. Dus ik ben blij dat ik het van me af heb kunnen schrijven. Ik ben altijd een beetje angstig voor reacties. Ik ga denk ik heel eventjes op de bank zitten en iets kijken. Want voor mijn gevoel ben ik helemaal scheel. Het is 8:15. En ja, ik ben nu ongeveer 9 uur aan het werk. Waarvan zeker de helft aan administratie. Ik moet me even focussen op het positieve. Dus ik ga even iets leuks kijken en wat eten bereiden. Even kijken wat ik ga eten. Ik heb genoeg lekkers in huis.